naar suikerziekte bij kinderen. IDL krijgt award voor sparen. En Muren Dennis School kreeg mooie tekeningen. Goedenavond en welkom erbij. Hoe vaak eet je junkfood of drink je soft? En hoe vaak beweeg je? Kortom, hoe gezond ben je? De Soroptimist Club is een landelijk onderzoek gestart naar suikerziekte en overgewicht bij kinderen. Tot nu toe zijn al bijna 2000 kinderen onderzocht. Vandaag was het de beurt aan de kinderen van de openbare school Uitkijk in het district Saramaca. Ongeveer 675 kinderen werden vandaag onderzocht. De kinderen werden geprikt om hun glucose, oftewel suikergehalte, te meten. Ook werden zij opgemeten en gewogen. Met al deze informatie worden bepaald of zij te zwaar of juist te licht zijn voor hun leeftijd en lengte. Ik heb een onderzoek gedaan voor suikerziekte. Ik moest gegevens vertellen en ze hebben me gemeten, geprikt, lengte en al. Ik moest gaan prikken en opwegen en daarna moest ik kijken hoe ik lang ben. Ik eet altijd gezond, want het is ook goed voor je gewicht. Je gewicht moet niet altijd overgewicht zijn en geen junkfoods. Altijd gezond eten. Altijd misschien een vierkleuren maaltijd. Altijd groente hebben, zodat je gezond bent. Het onderzoek is heel belangrijk, omdat als je in een heel, jong geleerd is oud gedaan. Hè? Dus als je in een vroeg stadion alvast ontdekt dat er bepaalde risicofactoren bij kinderen zijn om diabetes, suikerziekte te ontwikkelen, dan kan je daar ook eerder allerlei maatregelen voor treffen dat het niet zo ver komt. Veel mensen denken dat je suikerziekte krijgt als je te veel suiker eet. Maar dat is niet helemaal waar. Om te kunnen bewegen heeft het lichaam energie nodig. En die energie haalt jouw lichaam uit het eten. Wanneer je eet, zet jouw lichaam voedingsstoffen om in glucose. Zodra de glucose in jouw bloed stijgt, begint jouw alvleesklier te werken en maakt deze insuline aan. Insuline en glucose samen zorgen ervoor dat energie vrijkomt dat jouw lichaam kan gebruiken. Als je suikerziekte hebt, maakt jouw lichaam te weinig insuline aan en daardoor voel jij je moe, duizelig en slap. Door gezond te eten en voldoende te bewegen kan jij dit voorkomen. Ik let wel op mijn groente en kip eten. Elke dag sporten. Als ik tijd heb, dan ga ik wel sporten, rennen, bewegen, want het is heel goed voor je gezondheid. Mijn boodschap voor de kinderen zijn, jullie moeten minder junkfood eten, minder snoepen en veel groente eten. Ik wil de kinderen zeggen die alleen maar junkfood eten, dat jullie veel fruit en groente moeten eten, zodat jullie gezond worden. Niet te veel snoepen, het is niet goed voor je gebit. Je moet altijd gezond blijven, je moet ook altijd bewegen, niet te veel zitten enzovoort en tijd besteden aan je lessen. Als bij de kinderen slechte resultaten zijn gevonden, krijgen zij een briefje mee waarin hun gegevens staan geschreven voor de huisarts. Die kan zo een kind begeleiden zodat die gezonder gaat leven. De organisatie hoopt dat met de resultaten van dit onderzoek een beter beeld wordt gegeven hoe het staat met de gezondheid van onze jeugd. Kleren, mobiel of misschien leuke schoenen. Allemaal dingen die je kunt kopen met je spaargeld. Maar spaar je wel? ITL doet dat en daarvoor kreeg je vandaag een bijzonder award. Goedemorgen. Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn vandaag hier omdat het morgen Wereldspaardag is. Inderdaad, morgen is Wereldspaardag. En voor alle leerlingen die sparen bij de Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel, heeft ITL Antjes het meest gespaard. En daarvoor krijgt hij een award. Het voelt goed aan om te zien dat ik een van de beste ben en dat ik zo door kan blijven gaan met sparen. Ik ben pas ermee begonnen, omdat eigenlijk heb ik hier dus gewoon zodat ik later mijn eigen dingen kan doen, dat ik niet afhankelijk ben van mensen. De Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel zijn op 30 scholen bezig met het schoolsparen. Eén keer in de maand bezoeken zij de scholen om de leerlingen informatie te geven over sparen en waarom het belangrijk is. De A.L. Lewin School heeft de meeste spaarders. Maar
Waarom sparen deze kinderen? Mijn moeder zei, laat me toch sparen. Misschien heb je iets later. Maar ik, laat me zeggen, ik weet niet precies. Misschien ook voor een wagen of wat, of een huis. Ja, ik spaar omdat ik vind van wanneer die onverwachte dingen komen, misschien heb je wat nodig een keertje en je ouders kunnen het dan niet, misschien niet permitteren of zo. Dan weet je dat je ergens dan vastig staat en dat je wat aan de kant hebt om je te helpen. Als je wekelijks 10 SRD of maandelijks 15 SRD aan de kant zet, heb je aan het eind van het jaar, aan een behoorlijk bedrag. En als je het ook nog ergens legt bij een financiële instelling, komt er ook nog rente op. Nou, dat moeten we niet vergeten. Je spaart, zodat je op een gegeven moment ook het geld dat je gespaard hebt kan vermeerderen. En dat gebeurt door middel van rente. En omdat er heel veel te koop is in de winkels, gaat sparen niet altijd even makkelijk. Nee, het lukt me niet zo erg in een spaarpot. Ja, van die momenten waar je een beetje handtammig bent. Ik snap het. Dus het is toch een beetje moeilijk om te sparen? Thuis. Om thuis te sparen is het iets moeilijker voor mij. Nou, ik probeer het thuis ook, maar laat me zeggen, ik ga bijvoorbeeld de 20 SRD aan de kant zetten. En ik heb misschien geen geld meer. Dan ga ik het altijd nemen. Zo, soms is het wel moeilijk. Want als je bijvoorbeeld wat wil kopen en je hebt dat geld niet. Maar dan denk je soms ook van aan de ene kant, als ik het geld spaar, heb ik toch dan later mijn geld, zodat ik dan in één keer mijn dingen kan doen. Behalve dat deze school de beste spaarder heeft, krijgt ook het schoolhoofd een award voor de best sparende school en leerkracht. Nou, wil je ook sparen? Ga dan samen met ma of pa naar de bank om een spaarrekening te openen. En daar kan je dan al je SRD'tjes bewaren tot voor wanneer je het echt nodig hebt. Vanaf volgende week zijn de muren van de Dennertschool beschilderd met mooie tekeningen. In verband met het Sweetie Roll Festival dat gisteren is begonnen, hebben kunstenaars ervoor gekozen om de muren van deze school een nieuw gezicht te geven. Het is namelijk zo dat we 3 jaar al bezig zijn met Streetfest. En een Streetfest houdt in dat we veel muren in één keer proberen te beschilderen. En dit jaar hebben we ervoor gekozen om jullie school een beetje mooier te maken. En we hebben ook artiesten uit het buitenland laten halen om te kijken hoe zij te werk gaan en ook een beetje van hen te leren en een beetje kenniswisseling met die artiesten te hebben. En na school mogen jullie komen helpen, want anders gaan al jullie mooie broeken vlekken. Dus als jullie met andere kleren komen, mogen jullie helpen om te schilderen. Meer op mijn schaduwering en kleurmixing. Dat hangt van de tekening af. En ik doe meer van donkere kleuren naar de lichtere kleur of soms feller. Hangt van de tekening af meestal. Hoe meer effect je ervoor zet, hoe mooier het wordt. Om eerlijk te zijn, ik ken deze organisatie niet. Ik heb wel muren gezien die zijn geschilderd, maar door wie wist ik het niet. Nu weet ik het wel. Ik vind het heel leuk, heel fantastisch, want om het school iets mooier te maken, is ook een goed idee. Ik vind het heel goed, want de muren waren eerst zo kaal en ja, nu wordt het wel beter, vind ik. Als we het onderhouden, kunnen we het eigenlijk elke, misschien om een paar weken, even schoonmaken of vegen, zodat het toch goed blijft. Het Sweetie Roll Festival wordt morgenavond afgesloten op de Dennertschool. Dan zullen de kunstenaars op een van de grote muren projecteren. Het gaat lijken alsof de muur tot leven komt.
Wil je het meemaken, dan kan je er morgenavond om 8 uur naartoe. En dat was het dan weer voor vanavond en voor deze week. Fijn weekend en tot maandag. Doei doei!